Goedemiddag, vrienden van Rijksmuseum Boerhaven. We zijn ontzettend blij u weer in levende lijven te mogen ontvangen hier in het museum. Dat is lang geleden, maar gelukkig is alles weer versoepeld en bent u hier nu in het museum. Ik zeg ook hartelijk welkom voor de vrienden thuis die de lezing gaan volgen via de livestream. Heel erg leuk dat jullie de moeite nemen om mee te kijken. Ik heb vandaag voor u een paar huishoudelijke mededelingen. Straks gaat onze voorzitter Jan van Ruitenbeek u welkom heten. En hij zal een introductie geven voor onze spreker van vandaag, mevrouw Mieneke te Hennepe. U kunt achteraf kunt u vragen stellen vanuit de zaal, maar ook de mensen thuis via de chat. Wij hebben hier een chatmoderator, Gerlof. Die gaat uw vragen allemaal verzamelen en doorgeven, zodat Mieneke daarop in kan gaan. Ik wens u een hele fijne middag. En ik hoop dat u in uw kring door wil geven hoe leuk het is om Museum Boerhaven te steunen door vriend te worden. En als er mensen zijn die zeggen, ja, dat wil ik graag, dan weet u het, dan kunt u bij mij terecht. Dank u vriendelijk. Jan, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Annette, mijn taak is beperkt. Ik wil graag u allemaal welkom heten namens de Stichting Vrienden van Museum Boerhaven. Dus hier, wat is het heerlijk om elkaar weer in beperkte mate in levende lijven te zien. En voor de mensen die via de livestream meekijken, ook van harte welkom. Het kan weer een klein beetje, dankzij de wetenschap. En het museum is weer toegankelijk, een beetje, straks nog meer. Daar zijn we geweldig blij mee. De lockdown heeft natuurlijk een behoorlijke aanslag gepleegd op de reserves van het museum. Maar de ambities blijven groot. De plannen bestaan om het... De plannen gaan door om het kijkhuisgebouw hier aan de overkant te kopen. En daar het podium voor de toekomst te ontwikkelen. Het is duidelijk dat daar het een en ander voor nodig is. We zullen alle zeilen bij moeten zetten. Dus zoals Annette al zei, als u in uw omgeving nog mensen kent die vriend willen worden, dan zijn die natuurlijk van harte welkom. U heeft folders op uw stoel liggen. En daar ligt nog een cadeautje bij van het de mooie geïllustreerde boek over Erevest. Dan is mijn taak verder om onze spreker van vandaag te introduceren, want daar komt u voor. Mieneke te Hennepe. Dr. Mieneke te Hennepe heeft gestudeerd in Amsterdam medische biologie en sociologie van de wetenschap en is in 2007 in Maastricht gepromoveerd op een proefschrift over beelden uit de 19e eeuw, afbeeldingen uit de 19e eeuw. Ze is sinds 2006 in dienst van het museum als conservator medische collecties en is natuurlijk verantwoordelijk voor een van de belangrijkste tentoonstellingen van de laatste jaren die heel veel in het nieuws is geweest, namelijk Besmet. Naast heel veel andere exposities. Er is nog veel meer te vertellen, maar ik zou je heel graag het woord willen geven, want daar komt u voor. Mieneke, we gaan graag naar jou luisteren. Dankjewel. Nou, zoals Annette ook al zei, ontzettend leuk om jullie hier allemaal weer aan te kunnen kijken en ook thuis via de camera, dat we weer levendigheid in het museum is. En ik vind het heel leuk om voor de vrienden te mogen spreken vanmiddag. En wel over een heel mooi onderwerp, wat mij heel na aan het hart ligt, over medische fotografie. Ik denk dat u allemaal wel weet dat we in een beeldcultuur leven. Ik kan me niet voorstellen dat er niemand is die eigenlijk niet fotografeert, bijna op dagelijkse basis. Ik denk, kan me voorstellen, misschien u in de zaal, hebt u vandaag nog een fotootje genomen? Of anders misschien de afgelopen week wel. We zijn eigenlijk omgeven door foto's en beelden.
Ik weet niet, sommige mensen zullen actief zijn op social media. Misschien de kinderen, kleinkinderen. Altijd spelen foto's daarbij een rol. En ook Instagram is bijvoorbeeld een heel belangrijk medium daarin. Dat kent u misschien wel. En elke seconde zijn er bijna 1000 foto's die er op Instagram bijkomen. Elke seconde, dus dat is per dag ongeveer 9 miljoen. Dat heb ik heel snel uitgerekend. Bijna 90 miljoen. Nee, nog meer is het. Dus dat is ontzettend veel. Dus ik ga u dadelijk meenemen naar een tijd dat beelden eigenlijk nog wat minder gewoon waren dan dat ze nu zijn. En dat doe ik eigenlijk op een manier, en daarom heb ik hier nog geen afbeelding op de voorkant van mijn presentatie gedaan, omdat ik u ook meer bewust wil laten worden eigenlijk van de rol die dit soort beelden gespeeld hebben. We zijn er nu zo eigenlijk mee verzadigd dat we op een hele andere manier kijken. Dus om weer even terug te gaan naar het begin van de 20e eeuw, rond die periode en misschien nog iets daarvoor, om weer even te bedenken hoe bijzonder die beelden eigenlijk op dat moment waren. Ze kwamen al wel wat meer voor dan in de 19e eeuw, maar toch waren ze heel bijzonder. Dus ik denk dat goed is, want het is bijzonder om die te mogen bekijken. Ze waren bijzonder om te maken, maar ook dat we die kunnen bekijken. En het is natuurlijk ook gevoelig materiaal. Een afbeelding van een patiënt, dat is iets heel intiems. En zeg maar de worsteling die er is, voor mij ook, hè, in een museum wil je graag dingen laten zien, je wil graag dingen delen. En die worsteling zeg maar tussen dat gevoelige materiaal, maar aan de andere kant het willen delen om te laten zien hoe bijzonder het is, dat is een beetje ligt aan de grondslag van mijn verhaal vandaag. Dus ik wil het vandaag met u hebben over onze mooie collectie, om daar een beetje een inkijkje in te geven op het gebied van de medische fotografie. Welke collecties zijn er nou? Wat voor soort onderzoek is er mogelijk? Wat wordt er gedaan door mij, maar ook door anderen? En welke rol spelen die foto's nou in het museum? Die heeft u misschien ook al wel eens hier en daar kunnen zien. Nou, wat voor vragen zijn er dan bij belangrijk? Je kan er natuurlijk een heleboel vragen stellen als het gaat over foto's. Maar de vragen die ik onder andere interessant vind, is welke rol afbeeldingen spelen in de medische praktijk. Ja, dus hoe spelen ze een rol als ze gemaakt worden? Maar daarna ook, wat gebeurt er daarna? Hè? Zo'n foto, als we het hebben over een foto van een patiënt, die wordt natuurlijk gemaakt met een bepaalde gedachte, maar daarna gaat die ook reizen. Hè? Net als foto's misschien die u thuis in uw fotoboek hebt. Die boeken die worden overgedragen naar nieuwe generaties of die worden overgedaan naar andere mensen. En dan krijgen ze ook soms weer andere betekenis, die foto's. Hè? Voor de ene persoon heeft het weer een andere betekenis dan voor de andere. Hoe hebben ze een rol gespeeld voor artsen in de kennisontwikkeling, maar ook in het onderwijs? Dat is ook heel belangrijk. En natuurlijk, welke gevolgen waren er voor die patiënten? Had dat invloed op het ziekteverloop van die patiënt? Maar ook, hoe kunnen we omgaan, als je het hebt over afbeeldingen in het museum, hoe kunnen we dan omgaan met privacy en hè, de gevoeligheid van dat materiaal? Nou, dat noem je dan een beetje de ethiek rond het gebruik van die afbeeldingen. Nou, misschien als je het erover hebt, moet je natuurlijk altijd zeggen, hoe definieer je nou medische fotografie? Nou, hier zien we een prachtig beeld uit de collectie van een ziekenzaal. Dat is een collectie van foto's van tropische geneeskunde. Die is in het bezit gekomen van het museum via het Tropenmuseum. En het instituut wat daar nog aan ten grondslag lag. En eigenlijk is het heel interessant, want die foto's die zijn naar ons overgedaan. En vaak zijn die medische foto's, is dat voor heel veel musea, is dat ook lastig materiaal. Want ja, wat gaan we ermee doen? Het is natuurlijk, je ziet er mensen op die ziek zijn, dus dat kan heel lastig zijn. Maar dit is een hele mooie foto. En dit denk ik, nou ja, dit valt wel onder medische fotografie, denk ik, als u gewoon intuïtief moet denken. Dit zijn patiënten in een ziekenzaal, dat zou je onder medische fotografie kunnen scharen. Maar hoe zit het nou met deze afbeelding? Ja, dat is natuurlijk al lastiger, want wat is daar eigenlijk op te zien? Je moet eerst weten wat er op te zien is, voordat je kan bedenken of het daarbij hoort.
Dit is een foto van een zoektocht naar eitjes van de malaria-mug. Er wordt gezocht daar in die pool. Ook weer in het huidige Indonesië, de voormalige kolonie van Nederland. Daar wordt gekeken van welke eitjes zijn er, bij welke muggen horen die, hoe verspreiden die zich. Nou, daar zag een heel onderzoek aan ten grondslag. Nou ja, dan zou je zeggen, ja, dit is eigenlijk misschien niet medische fotografie, want er staat geen patiënt op. Maar ja, het gaat wel over malaria, dat is natuurlijk ook een ziekte. En die foto speelt misschien wel een rol in het onderzoek naar malaria. Dus onder onderzoekers in de academische wereld is het eigenlijk ook niet echt consensus over hoe je dat nou moet definiëren, medische fotografie. Maar goed, voor vanmiddag zal ik daar toch een definitie voor geven. De onderzoekers benadrukken eigenlijk dat je niet meer moet kijken alleen naar die foto als een verbeelding van een ziekte, maar dat je ook moet kijken naar wat ik zojuist al aangaf, naar de rol die het speelt eigenlijk in onderzoek, de experimentele setting en ook in de klinische setting. Ik denk dat dat een betere kwalificatie is, ook voor de foto die u hier ziet, hè, de rol die het heeft in het onderzoek naar malaria. Dus dan zou je het zo definiëren. Die foto's die komen overigens uit een artikeltje wat ik schreef voor Wondenkamers. Misschien ook leuk als u dat nog niet... dit is de allereerste Wondenkamer. Inmiddels zijn we alweer toe aan het derde magazine. En daar staat een beeldreportage in over de zoektocht, de jacht op de malaria-mug, met allerlei fotomateriaal ook rondom dat thema. Nou, mijn definitie is dus van medische fotografie: foto's die onderdeel vormen van praktijken rond ziekteonderzoek en behandeling. Ik wil eerst met u wat kijken naar een aantal typen fotografie en de ontwikkeling van die fotografie en dan wat nader in de collectie duiken en wat bijzondere foto's. Ook van dus een recente aanwinst die wij een aantal jaar geleden in de collectie hebben gekregen. Nou, ik heb hier een mooie tijdlijn. Op een tijdlijn kan je natuurlijk altijd van allerlei punten zetten. Maar ik heb er een aantal punten op gezet die wat mij betreft interessant zijn. Met name als het gaat over de ontwikkeling rond het gedachtegoed van privacy rond de patiënt. Dus dit is heel erg vanuit een patiëntenperspectief, zou je kunnen zeggen. Dus dit gaat heel erg ook voor de afbeelding van patiënten en het belang van het gelaat, van het gezicht, hè, dat herkenbaar is. Nou, dan begint voor heel veel mensen wel bekend in 1839 met de daguerreotypie. Dat is eigenlijk het belangrijke markeerpunt in de ontwikkeling van de vroege fotografie. En verder zijn er nog een aantal belangrijke data per land eigenlijk, wanneer die klinische foto van die patiënten, zeg maar, hebben we het nu over, wanneer die zijn intrede doen. In Engeland en in Duitsland en in Frankrijk in 1862 en dan in 1888 staat er de Kodak boxcamera. Dan denken ze, ja, waarom is dat misschien nou belangrijk? Maar dat speelde een hele grote rol in het populariseren eigenlijk van de fotografie. Hè. Daarmee werd het veel meer een massaproduct. Dus daarom is dat ook een belangrijk moment. Want daarmee kwamen er veel meer foto's in omloop. Dus ook van patiënten. En daarmee kwam er eigenlijk ook meer een discussie over van wat betekenen al die foto's om ons heen nou? En moeten we de mensen niet meer beschermen? Die discussie speelde zich vooral af ook in kranten. Daar stonden opeens foto's van mensen die dat misschien niet wilden. De kranten, dat was ook een... die hadden ook een hoge verspreiding aan het eind van de 19e eeuw. Nou, in 1889 is er dan nog een Nederlandse atlas waarin voor het eerst eigenlijk veel foto's verschijnen. Die zal ik straks ook laten zien. En dan ontstaat er een discussie rond privacy en uiteindelijk het portretrecht. Dan wordt het een beetje gereguleerd. Een beetje. Dus dat is een beetje in een vogelvlucht een overzicht, zeg maar, van een aantal ontwikkelingen die een belangrijke rol hebben gespeeld. Nou, hier zien we... Dit is helaas niet in onze eigen collectie, maar dit is een foto van William Henry Fox Talbot. Nou, dat is een van de grondleggers van de fotografie. En het bijzondere is dat in het boek, The Pencil of Nature, het idee dat de natuur eigenlijk wordt getekend in een foto, dat suggereert het, dat daar voor het eerst ook een beeld heeft hij gefotografeerd. Dus meteen eigenlijk de kunst
En ook een soort portret. Dus een portret van een beeld. Dit is dan een Hellenistisch beeld. Dat nu in het British Museum staat. Maar dat hij daar meteen eigenlijk dus dat wilde vastleggen. Dat is natuurlijk heel interessant. En fotografie heeft natuurlijk vanaf dan ook een hele belangrijke rol in de kunst. Dus daar begon het eigenlijk allemaal mee. Nou, heel snel na de introductie van dat procedé werd het toegepast op patiënten. Hè, door artsen, die wilden eigenlijk vastleggen hoe die patiënten er op dat moment aan toe waren. Nou, er waren eigenlijk een aantal redenen. En dit is een heel belangrijke. Deze is dan ook nog net niet van ons. Dadelijk komen er heel veel foto's van ons, maar deze niet. Dat is wel een hele beroemde uit het werk van Hugh Welch Diamond. En hij is zo beroemd geworden met de fotografie van psychiatrische patiënten. En Diamond die heeft heel duidelijk beschreven, dat was een Britse psychiater, die heeft heel duidelijk beschreven waarom die nou die fotografie gebruikte. Dat was namelijk helemaal niet logisch. Voor ons is dat misschien nu allemaal heel logisch. Maar hij gaf aan, het kan het uiterlijk van de patiënt vastleggen. Ja, dat klinkt voor ons allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat was in die tijd niet zo. En de foto's konden gebruikt worden als identificatiemiddel. Dat is natuurlijk ook, nu is dat ook een enorm belangrijk onderdeel. En het gaf ook de zieke, dus de patiënt, een goed zelfbeeld. Dus die patiënt die kon dan zelf ook weer naar die foto kijken. En daarmee was het eigenlijk ook onderdeel van de therapie. Dus op heel veel verschillende manieren kon dat zo'n beeld als deze een rol spelen voor en de arts en de patiënt. Nou, een ander gebied waar het al vrij snel op werd fotografie in werd gebruikt, is het vastleggen van gewonde soldaten. En ook de ontwikkeling eigenlijk, een soort voor- en nafoto's van operaties bijvoorbeeld. Maar heel vaak in de context van het leger, soldaten, de militaire context. Hier ziet u een aantal soldaten, in verschillende rangen. We weten niet zo heel veel van deze foto. Dit is overigens een reproductie van een originele foto die in onze collectie zit. En we zien daar eigenlijk een aantal mensen heel erg als een soort schilderij zich hebben aan het poseren zijn met die soldaat met een geamputeerd been. En de setting is eigenlijk heel erg zoals we dat ook uit schilderijen kennen. Dat ze heel erg op een plek gezet zijn. Hè, alsof ze nu nog bezig zijn met een operatie, wat natuurlijk helemaal niet het geval is. Want ze zijn bezig met het vastleggen eigenlijk van wat er met die persoon gebeurd is. Dat zie je eigenlijk heel erg veel terug. Daarnaast heel veel foto's van huidziekten. Hè, dat is dan mijn eigen veld waar ik wel veel van weet. Maar ook orthopedie. Dus dat kunt u zich voorstellen. Hè. Alles eigenlijk wat heel erg zichtbaar is natuurlijk. Bij orthopedie is er sprake van allerlei vergroeien. Maar ook, en dat laat ik dadelijk ook een foto zien, van zeldzame en bijzondere afwijkingen. En dat komt dan weer heel erg dicht bij foto's van een soort van medische bezienswaardigheden. Dat is ook een heel apart genre in die tijd. Nou, als we het hebben over portretfoto's, dan denkt u misschien zelf ook vaak aan dit soort prachtige beelden. Groepsfoto's uit ziekenhuizen, die zien we nu natuurlijk nog steeds heel vaak. Natuurlijk niet met de patiënt. Dat gebeurt natuurlijk niet meer, want er zijn allerlei regels om dat niet mee kan. Dit is uit het buitengasthuis in Amsterdam. En hier zie je ook weer allerlei duidelijke onderdelen die je kan aflezen in zo'n foto. Bijvoorbeeld dat de artsen, mogen we toch even aannemen dat de artsen zijn, dat zijn de mannen, die staan achterin. En dat is heel duidelijk een soort van overziend, het geheel. Dus daar zit ook weer een bepaalde hiërarchie in. En de patiëntjes die kijken eigenlijk heel, die hebben allemaal popjes vast. En dat zie je ook wel vaker, omdat kinderen dan wat rustiger blijven en beter stil kunnen zitten ook. En ze kijken ook heel erg strak in de camera. Dus eigenlijk worden ze nu eigenlijk als een soort gemeenschap afgebeeld hier allemaal samen. Dit
Hier heb ik geen onderschrift bij gezet. Dit is dan weer van een heel ander, ook uit dezelfde periode, ietsjes later. Dus begin 20e eeuw. Dit is weer van een hele andere, heel andere genre, zou je kunnen zeggen. Dit is echt weer een klinische foto, waarbij een foto wordt gemaakt van de patiënt met een aandoening op het been. Maar als we dat nu zouden doen, en toevallig heb ik vanochtend nog in het kader van een onderzoekje een aantal foto's bekeken uit de collectie. Op dit moment zou natuurlijk heel erg worden ingezoomd op dat onderdeel van dat zieke onderdeel van die patiënt. En niet meer die hele patiënt erbij getoond worden. Ook niet, dat is natuurlijk een herkenbaar kind wat zo in beeld is. Dus daar zijn allerlei ontwikkelingen daarna geweest waarin veel meer werd ingezoomd. Dat is op dit moment, kon dat ook nog niet. Dus het was een soort van de hele patiënt erbij. En natuurlijk nog een keer die koloniale context die hierbij speelt. Dit is een afbeelding uit het ziekenhuis in Paramaribo. En waarschijnlijk, we weten beide wel zeker, dat informed consent, toestemming geven voor het nemen van die foto, dat soort dingen speelden hierbij nog helemaal geen rol. Nou, hier hebben we zo'n afbeelding waarvan ik even getwijfeld heb of ik die zou opnemen in de lezing. Dit is zo'n afbeelding van een bezienswaardigheid. Maar deze foto's zijn niet alleen bij ons in het museum, die zijn breder in omloop. Dus vandaar dat ik heb gedacht dat dat wel kon. En die kunt u ook heel breed vinden. Maar dit is een voorbeeld daarvan. Dat is eigenlijk, ze heette Blanche Dumas, dat kunt u daaronder ook lezen. En zij stond wel bekend als de three-legged courtesan, dus met drie benen. En ze is hier 5,5 jaar oud. Is in 1965, 66 genomen waarschijnlijk. Ze verhuisde naar Parijs. En haar hele leven lang is ze eigenlijk een bezienswaardigheid gebleven. En ook later in haar volwassen leven werden er allerlei verhalen verteld over haar verhoogde libido en dergelijke. Dus het is al nu al eigenlijk een heel erg geseksualiseerd beeld. Daar kijken we eigenlijk nu naar. Maar dit hoorde toch ook weer, dus het is op de grens van bezienswaardigheid en ook medisch voyeurisme zou je het misschien kunnen noemen. Dus het hangt daar eigenlijk een beetje tussenin. En dan nog een andere hele grote categorie in de collectie, dat zijn stereofoto's. En dit zijn patiënten met oogziekte. En we hebben een hele grote collectie op het gebied van oogziekten. En het bijzondere is dus, als je dat met een stereokijker bekijkt, dan zie je echt, dan krijg je een heel bijzonder effect. Daar is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Dus dat ligt nog, daar is nog heel veel materiaal van, wat we eigenlijk nog helemaal niet goed hebben uitgezocht. Daar is nog veel werk te doen. En hier zien we een foto uit een boek. Uit de atlas in de bibliotheek. En dat is de atlas van huidziekten van een Nederlandse dermatoloog. Of vroege dermatoloog zou je kunnen noemen. En dat is eigenlijk de eerste atlas van, met foto's die we in Nederland ook van Nederlandse makelij. En die hebben we dus in de collectie in de bibliotheek. Dus heel veel van die foto's zijn ook niet, zijn geen losse foto's, die stereofoto net wel, maar die zitten dus in een boek met tekst erbij. Dus dat geeft ook weer een hele andere context aan zo'n afbeelding. Ja, dit is ook een heel heftig beeld. Dat is nog een keer een patiënt eigenlijk van uit het militair hospitaal in Paramaribo. Maar nu ziet u natuurlijk dat die patiënt geanonimiseerd is. Wij willen en mogen niet zien wie dit is. Want het is natuurlijk een heel ernstig ziektebeeld. Dat is elefantiasis van het scrotum. Dat is een parasitaire tropische ziekte. Het is natuurlijk een heel heftig beeld. Maar ook tegelijkertijd is het heel bijzonder, omdat het waarschijnlijk iemand van het, vanuit het koloniale machtsstelsel is. Het is natuurlijk niet iemand, een inwoner zeg maar, van Suriname. Waarschijnlijk, want dat weten we niet precies.
En als we dan... Oh, die zit daar niet. Oh, nee, sorry. Ik heb er eentje weggehaald. Maar als we dan nog even denken aan die foto van het meisje met dat met dat been zit. Hè, daar was het geen enkel probleem om haar gezicht te laten zien. Misschien had dat te maken met een soort wond. Kan ook te maken hebben dus met het feit dat zij een andere status had als patiënt. Ja, die zag u natuurlijk al. Deze kent u misschien wel, want een aantal hiervan laten we ook zien in de vaste opstelling. Dit is een foto uit een hele grote collectie die mijn voorganger nog in het museum heeft weten te brengen en te verzamelen. Dat zijn afbeeldingen van kinderen uit het C-hospitium. Dat was een plek waar kinderen met TBC werden behandeld. En de meeste van deze kinderen die hadden geen long-TBC. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Heel goed, hè, van de sanatoria en het kuren. Maar deze kinderen die hadden vrijwel allemaal bot-TBC. Dus die hadden last van vergroeien. Dat is enorm pijnlijk ook. Maar ook zij werden vaak buiten op het strand. Hè, dat stond aan het strand, dat zeehospitium. Dus konden ze op het strand spelen en werden zij daar verpleegd. En zoveel mogelijk zonlicht en het gewone leven. Dus dat is dan wel weer vergelijkbaar met wat u waarschijnlijk kent van de verhalen van long-TBC. En het waren vaak ook kinderen die kwamen uit slechte leefomstandigheden. Uit Rotterdam bijvoorbeeld. En hier heb ik dan enigszins onderzoek naar gedaan. En het interessante, er zijn heel veel interessante aspecten, maar een van de interessante aspecten is dat het natuurlijk een inkijkje geeft in een ziekte die nu niet meer zoveel, hier althans niet voor voorkomt. En zeker niet op de manier waarop we eigenlijk zien op die foto's. Hier ziet u even de afname van het aantallen TBC-sterftegevallen of sterfte aan TBC. En dat is natuurlijk heel erg afgenomen. Maar als we kijken naar de periode waarin deze foto's gemaakt zijn, dat is rond 1922... 1915, in die periode ongeveer, dus aan het begin van de 20e eeuw, dan was dat nog volop actueel. En het geeft ons dus eigenlijk een inzicht in een periode en ook de uiting van een ziekte die we niet meer kennen. Gelukkig kennen we die niet meer. Dus hier zie je nog een foto daaruit. Er zijn ook in deze collectie heel veel foto's van heel veel röntgenfoto's. Maar die zijn dus voornamelijk van vergroeiing van botten. Dus niet per se van de longen, maar bijvoorbeeld van de ruggenwervels. En deze collectie bevat ook heel veel expliciete beelden. Hè? Dus beelden van kinderen die naakt zijn, die laat ik nu niet zien. Dus daar denken we ook heel erg over na, ik en ook binnen breder in het museum. Wat moet nou de toegankelijkheid zijn van dit soort beelden? Ik laat ze hier zien en ze zijn online voor iedereen te zien. Maar bij sommige beelden is dat niet gepast. En daar maken we een beleid op dat die wel inzichtelijk zijn. Hè, want onze collectie is voor iedereen, voor onderzoek moet dat zeker inzichtelijk zijn. En raadpleegbaar. Maar dan stellen we wel een aantal criteria waarop mensen wel of niet uiteindelijk tot die enkele beelden die echt een probleem vormen, tot die daar toegang toe kunnen hebben. En daar zijn wij niet de enige in. Dat doen andere collecties en musea ook die dit soort materiaal in hun bezit hebben. Maar hier kijkt dit meisje gelukkig heel vrolijk. dus dan gaan we naar het gebruik in het museum. Dus we hebben nu een aantal voorbeelden gezien van wat wij zo al hebben. Hè, er is nog veel meer, maar dit zijn een aantal voorbeelden van de specifieke type foto's. Hier zien we weer, zo komt het eigenlijk binnen in het museum. Dus dit is een voorbeeld van de fotokamer, noemen wij dat. Vaak komen foto's in doosjes of glasdia's komen in doosjes of het komt in albums. Nou ja, noem maar op. Ook los, gewoon dat het allemaal in een doos zit en allemaal nog uitgezocht moet worden. Daar gaat natuurlijk heel veel werk in zitten, dat begrijpt u wel. Want ik weet niet of u wel eens foto's hebt uitgezocht, maar bij mij blijft het altijd liggen. Want dan begin je eraan en denk je, ik wil ze toch indelen. En dan, nou goed, maar hier is daar heel veel onzichtbaar werk wat door de registers gedaan wordt. En ook door vrijwilligers overigens, die helpen met
digitaliseren, het allemaal individueel beschrijven in de database. Dat is het voorzien van de context, daar speel ik dan ook een rol bij. En het zoeken naar de betekenis van die afbeeldingen. En dan gebruiken we ze natuurlijk, als we ze eenmaal digitaal hebben of ook fysiek. Fysiek is het soms lastig, omdat het hele kwetsbare beelden zijn ook. Dus we kunnen ze niet al te lang laten zien in een tentoonstelling. En dan gebruiken we ze in tentoonstellingen. Maar ook, restauraties worden er ook verricht aan die fotoboeken bijvoorbeeld. Het blijft dus heel belangrijk dat dit materiaal eigenlijk toegankelijk is voor een ieder in Nederland. Om onderzoek mogelijk te maken op een manier waar ik misschien niet eens aan denk, maar dat ze relevant kunnen worden voor iedereen in Nederland. En dan denk ik even aan het voorbeeld van het extreme voorbeeld van het beademingsapparaat, wat in dat verhaal, dat kent u waarschijnlijk wel, wat in Besmet staat. En dat apparaat werd op een onverwachte manier, na 50 jaar, werd dat opeens weer relevant en op een levensreddende manier. En wie weet wat die foto's nog kunnen betekenen in de toekomst voor patiënten, mensen, onderzoekers. Dat kunnen wij nu nog niet voorspellen. Maar een van de manieren waarop wij ze dus gebruiken, en ik, is in tentoonstellingen. En hier nog een foto die in een tentoonstelling nu zichtbaar is. Deze ook. Dit zijn kinderen met pokken. Geen waterpokken, maar de echte pokken aan het begin van de 20e eeuw in Rotterdam. En dat is ook weer een ziektebeeld wat wij gelukkig nu niet meer kennen. Hè. De pokken zijn de wereld uit, gelukkig. En deze laten we zien in Besmet, als een projectie, op een wand. En dat is ook weer het fascinerende eigenlijk, vind ik, van objecten, maar ook van foto's in de algemene zin. Ja, als we daar nu naar kijken, denken we pokken, vaccinatie, de wereld uit. Ja, iedereen denkt natuurlijk aan COVID. Misschien krijgen we dat ook wel de wereld uit. Dus als je die foto dan ziet, dan heeft dat ook de context gekregen van, oh, die ziekte bestaat gelukkig niet meer. Hè? Dat was heel erg, maar gelukkig bestaat, maar is het er niet meer op de wereld. Dus dat daarmee ook in de tentoonstelling, dat had ik ook niet kunnen voorzien, heeft dat ook weer een nieuwe betekenis gekregen. En zelfs voor mij. Maar de belangrijkste vraag blijft altijd van, kunnen we het nog verantwoorden dat we die foto's gebruiken? Hebben ze een belangrijke rol genoeg, zeg maar, dat we het moeten tonen? Dat moet ik vind ik belangrijk, dat ik daar elke keer weer over nadenk. En hetzelfde geldt dus voor de patiëntjes, of de foto's daarvan. Hè. Ze zijn het natuurlijk niet zelf. Van het Zeehospitium, die zijn ook zichtbaar in de vaste opstelling op de zaal ziekte en gezondheid. En dat is bij een onderdeel, op die wand, daar laten we eigenlijk steeds een patiënt zien met de ziekte en ook het microscopische ziektebeeld. Dus en daarbij was het belangrijk om na te denken over van elke ziekte, ook op microscopisch niveau, heeft altijd een menselijk gezicht. Dus daarom willen we altijd die ook patiëntenfoto's tonen. Van, het gaat niet alleen om dat, die zoektocht naar dat ene virus of naar dat ene bacterie, die ene bacterie. Maar het gaat ook altijd om de gevolgen die het heeft voor mensen en hun eigen levens. Nou, de recente aanwinst die natuurlijk, waar ik ook nog wat over wil vertellen, dat gaat om materiaal van een dermatoloog, professor Herman Werner Siemens. Hier werkzaam aan het LUMC geweest, het academisch ziekenhuis destijds. En onderzoek nodig, dat klinkt heel, maar er is heel veel onderzoek nodig. Ik zal dadelijk even uitleggen waarom. We moeten beter zicht krijgen op wat het nou voor materiaal is, wat voor een rol het heeft gespeeld. Want we willen natuurlijk misschien daar ook wat mee gaan doen. We willen misschien online een tentoonstelling maken of misschien hier in het museum dat laten zien. Er kan over geschreven worden. Nou, er zijn van allerlei denkbare mogelijkheden om met dat materiaal wat te doen. Nou, Siemens, misschien moet ik dat even toelichten, die is een van de grondleggers van de dermatologie hier in Leiden geweest. Hij was ook de eerste hoogleraar hier in Leiden,
In Nederland waren er wel, was er eerder een hoogleraar dermatologie in Amsterdam, maar hier in Leiden is het eigenlijk de eerste hoogleraar geweest. Nou, de klinische dermatologie heeft hij geïntroduceerd, allerlei wetenschappelijke benadering. Heel veel foto's heeft hij gemaakt. Dus er was eigenlijk een hele kast met foto's die wij van de afdeling dermatologie hebben geschonken hebben gekregen en die wij nu in bewaring hebben in het museum en die nu langzamerhand gedigitaliseerd wordt. En het is een hele bijzondere erfenis, want het zijn heel veel fotoboeken, ook van zijn interesse in een heel specifiek onderzoeksgebied, in de erfelijke overdraagbaarheid van dermatologische aandoeningen. Denkt u misschien, oké. Maar dat speelde zich allemaal af in een periode, en daar zal ik nog even voor teruggaan naar deze dia. Hij leefde tussen 1891 en 1969. Dus dat speelt zich af aan het begin van de 20e eeuw en ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was afkomstig uit Duitsland. Hij kwam in 1929 hier naar Leiden. En hij had een hele bijzondere interesse in de raciale hygiëne theorie. Dus ik denk dat het bij een aantal mensen wel bekend is. Dus dat is eigenlijk het onderzoek naar de overdraagbaarheid van kenmerken. Maar daar worden ook allerlei consequenties aangekoppeld die u wel bekend zal zijn. En dat zit natuurlijk heel erg geïntegreerd in het nationaal-socialistisch denken van die periode. En hij was ook daarbij betrokken. Dus dat is geen geheim, dat weten we al, dat daar ook allerlei connecties waren. Maar, dus hij was van daaruit ook heel erg geïnteresseerd in tweelingenonderzoek. Hè. Dus dat is ook zo'n typisch voorbeeld eigenlijk van ook de eugenetica en de ontwikkelingen daarin. Bijvoorbeeld de overerving, een dominante overerving van karaktertrekken. Maar ook dus in zijn geval van dermatologische aandoeningen. Anderzijds heeft hij tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft hij de Joodse collega's eigenlijk beschermd, in bescherming genomen. En is hij uiteindelijk in Sint-Michielsrestel terechtgekomen. Dus er zit een hele gelaagdheid in die we verder willen onderzoeken. Van wat kan je nou, hoe kan je dat beeldmateriaal, dus ik heb hier nu twee voorbeeldjes van laten zien, hoe kan je dat duiden? En wat voor een rol heeft dat gespeeld? Niet alleen, ook in de dermatologische setting. In de fotografie zijn al hele interessante ontwikkelingen, maar ook dus in die bredere sociaal-culturele setting van die Tweede Wereldoorlog die daar een rol speelt. Hè, dat is niet los te weken van de medische context, dat speelt er allemaal heel erg doorheen. Natuurlijk gaan we daarbij heel veel partijen betrekken. Ik ben op dit moment bezig met een vrijwilliger, dat is een dermatologe, Marianne Krijns. Zij is vrijwilliger in het museum en weet heel veel van de dermatologie. Dus ik ben met haar aan het kijken van hoe gaan we dat nou aanpakken. Zij wil heel veel collega's gaan spreken. We willen familie ook gaan spreken en natuurlijk het LUMC betrekken als degene die het geschonken heeft. Dus om maar, zeg maar de juiste duiding en plaatsing te krijgen van dat materiaal. Daar is nog heel veel werk voor nodig en in de komende jaren hoop ik dat daar meer over bekend zal worden. Dus al met al zijn er eigenlijk heel veel bijzondere collecties in ons museum. En er is nog heel veel werk te doen. Maar de duiding is wat mij betreft heel erg belangrijk. Dat we niet alleen ontsluiten, maar dat we ook onderzoek blijven doen om te kijken naar de betekenis van die beelden. En daarbij in ogenschouw te nemen dat het gevoelig materiaal is. Dus blijven we vragen, kunnen we het gebruiken? Hoe kunnen we het gebruiken? Op welke manier kunnen zoveel mogelijk mensen dat delen met de verhalen erbij die erbij horen? En dan eindig ik met een mooie quote van Susan Sontag. Dat is iemand die veel heeft geschreven over de fotografie en theoretische beschouwingen. Eigenlijk zou je dit ook kunnen zeggen van de medische fotografie. Hè. Ze schrijft: all photographs are a memento mori. To take a photograph is to participate in another person's or thing's mortality, vulnerability, mutability. Precisely by slicing out this moment and freezing it,
All photographs testify to time's relentless melt. En wat zij dus zegt van... het heeft dan ook een duidelijke relatie met ziekte en de dood uiteindelijk. En het staat in een langere traditie van memento mori. Zo zou je dat fotografie kunnen zien. En uiteindelijk gaat het over onze eigen sterfelijkheid. En daarnaast zijn er natuurlijk ook prachtige beelden. Dus dat was mijn verhaal. Ik weet niet of u vragen hebt of opmerkingen. Ik heb zelf nog wel wat vragen, mocht u daar iets over kwijt willen. Of u iets wil vertellen over wat u vindt dat aandacht verdient in de collectie. Of welk materiaal u graag terug zou zien in de tentoonstelling. En of u nog suggesties hebt voor fondsen of andere interessante partijen waar we verder mee kunnen werken in het kader van de medische fotografie. Maar iedere opmerking is welkom, daar hoeft het niet over te gaan. Maar dan stel ik voor dat we eerst eventjes applaudisseren voor dit mooie inkijkje. Dank. Dankjewel, een mooie inkijkje in de collectie en de collectievorming en de gedachten die erachter zitten. Dus dat is heel fijn. Er zijn mogelijkheden om hier in de zaal vragen te stellen, maar ook thuis via de chat. Dan moet ik even mijn telefoon erbij pakken, want ik krijg dan via de chat door de vraag thuis. Maar het is waarschijnlijk het handigste dat we eerst even hier beginnen met vragen in de zaal. Dus wie kan ik het woord geven? Nou. Ja, Mineke, een prachtig verhaal. Voor het overzicht wat je allemaal kunt doen met deze collectie. Ik heb niet onmiddellijk een antwoord, zal ik over nadenken op de vragen die jij zelf hier nu stelt. Maar een vraag die ik wel heb is, wordt die collectie ook gebruikt door medici voor een soort herinterpretatie van de foto's van vroeger, toen ze natuurlijk een interpretatie gaven aan dat beeld. En intussen is de medische wetenschap verder gevorderd. Dus je kunt je heel goed voorstellen dat je heel veel leert over de interpretatie van ziekte en ziektegeschiedenis. Dank voor de vraag. Ja, zeker is het zo dat daar interesse in is. Als we het hebben over de... met name dus omdat er zoveel extremere uitingen zijn eigenlijk dan dat wij nu gewend zijn. Maar ook als het gaat over de ontwikkeling van benamingen bijvoorbeeld van ziekte. Want dat verandert ook. Daar had ik het vanochtend ook met Marianne over. Dus er zijn ziektebeelden die wij nu anders zijn gaan noemen, omdat we daar nieuwe interpretaties van hebben. Maar die in een andere periode eigenlijk gekoppeld werden aan andere namen of andere ontwikkelingen in bijvoorbeeld het vakgebied, bijvoorbeeld bij de dermatologie. Maar dat geldt net zo goed ook voor andere specialismen. Dus we hebben nog geen grootschalige onderzoeken lopen. Maar een van de ambities is wel om meer eigenlijk die betrokkenheid ook van actueel onderzoek uit de medische praktijk, om die te betrekken ook bij de collectie. En met name ook bijvoorbeeld bij deze foto's. Ja. Er is hier een vraag. Ja. Ik zal hem even herhalen, maar zegt u het maar. Ja. Het fotomateriaal wat u nu heeft getoond, dat is vooral historisch materiaal. Gericht op onderzoek, medisch onderzoek. Ik weet niet of er ook nog foto's zijn, of meer recent eigenlijk, die gericht zijn op voorlichting en op communicatie, zoals je nu in de huidige COVID-pandemie ook op tv dus eigenlijk... haast waarschuwende beelden zijn van denk eraan, het is niet zomaar een griepje of zo. Mm-hmm. Dus de fotografie of de film kan dus ook vele andere rollen vervullen. Absoluut. Ja, misschien even de vraag herhalen. Ja, voor... dat is heel goed. Ja. 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 Zal ik het doen of wil jij het doen? Ja. Nee, doe jij het maar. Dat ja? Is beter. Ja, dus de vraag ging eigenlijk over een andere rol van fotografie. Niet alleen voor onderzoek of wetenschap, maar ook voor voorlichting. Hè? En in hoeverre speelt dat een rol in de collectie? Er zijn inderdaad
ook heel veel voorbeelden van in de collectie. Maar het is wel zo, dus ik, we hebben daar voorbeelden van. Misschien kan ik even wat, daar kort wat van noemen. We hebben een voorbeeld van voorlichting bijvoorbeeld over tropische ziekten. Met name vanuit die hele grote collectie die wij over het huidige Indonesië hebben gekregen. Hè, over de rol van tropische ziekten daar. Dus daar hebben we hele bijzondere platen waarin eigenlijk voorlichting wordt gegeven door lokale artsen of voorlichters die dat gebruikten, die foto's, om te laten zien van zo ziet het eruit als je deze ziekte krijgt. Dat is een heel interessant materiaal. En toevallig ben ik net iemand benaderd door iemand die bezig is met een onderzoeksvoorstel die dat wil gaan gebruiken. Dus dat is heel fascinerend materiaal. Nou is het wel zo dat wij daar in het verleden niet op verzameld hebben, omdat we toch voornamelijk... dus niet dat ik daar zelf niet voor ben, maar we hebben minder verzameld op publieksuitingen van de medische praktijk. En meer verzameld op echt de wetenschappelijke ontwikkeling van medische praktijken. En, dus daar bestaat wel veel materiaal, maar ja, wij hebben het beperkt in de collectie, denk ik. En een ander punt wat u aanstipt is de rol van film. Dat vind ik ook zelf bijzonder interessant. Omdat ik ook heb gekeken naar een film die wij in onze collectie hebben, over Van Leeuwenhoek. Die gaat dan niet over ziekte, maar wel over hoe de ontdekkingen van Antonie van Leeuwenhoek eigenlijk... die worden in beeld gebracht. Dus het is een soort hommage aan Van Leeuwenhoek, maar het was bedoeld voor een heel breed publiek. Dus daar hebben mensen in heel Nederland kwamen daar in grote getalen op af om dat te zien. Het waren ook microscopische opnamen. Genomen door de lenzen van Leeuwenhoek. Dus eigenlijk iets wat we nu ook weer terugzien in de huidige tijd. Dus dat is ook heel interessant materiaal. En diezelfde maker heeft ook films gemaakt over bijvoorbeeld malaria en de malariamug. Dus film vind ik zeker ook heel interessant, maar hebben wij ook vrij beperkt in de collectie. Ik zie hier nog een vraag. De microfoon komt eraan. Oh, ja. Ik voel me af, ik wil eens een lezing geven. Ja, nu zoek je dan plaatjes bij en dan kijk je op de internet, zeg maar even, en dan vind je al vaak heel veel. Is het ook openbaar dat je kan zeggen, nou, dan kan je ook alle dingen bij een bepaald onderwerp uitzoeken en in zo'n lezing opnemen? Zeker. Kijk, onze collectie staat natuurlijk, is helemaal toegankelijk via de website. Onze database, dus eigenlijk de beelden die ik getoond heb, die zijn ook openbaar op dit moment. Er zijn alleen een aantal... dus van die gevoelige beelden die niet zichtbaar met een afbeelding op de website verschijnen. Dat zijn er beperkt, maar dus in principe kunt u die beelden, ja, die zijn zeker toegankelijk. Dat is het hele idee natuurlijk van ook het museum, om die toegankelijk te maken voor een ieder die daar wat mee wil gaan doen. En daar is ook heel veel discussie over, moet ik zeggen, in de bibliotheekwereld. Van moet dat allemaal... toegankelijk worden, want die beelden gaan zich verspreiden. Je weet niet wat ermee gebeurt, wat mensen ermee doen. Maar goed, dat beperkt zich natuurlijk niet alleen tot dit onderwerp. Dat is een veel bredere discussie die speelt met afbeeldingen die online rondzwerven. Wij proberen ze in ieder geval vanuit onze database de goede context te geven en ze mogen gebruikt worden, want dat vinden wij belangrijk. En het mooie vind ik, dat hoor je dan ook, hè. Er zijn voorstanders en tegenstanders om dat allemaal openbaar te maken. Maar het mooie is dat daar, waar mensen vaak niet over nadenken, die denken vaak aan de negatieve kanten ervan, maar niet aan de positieve kant. Dus ik heb ook eens gehoord in Engeland, in een belangrijke collectie in Londen, daar stond een foto van... volgens mij was dat een kind en daar zag je dan dat ging om een moedervlek. Die was heel herkenbaar. En uiteindelijk heeft dus familie, die heeft dat herkend. En die mensen vonden het niet vervelend, die vonden het alleen maar mooi en belangrijk dat ziektebeeld via die foto nog bekender werd. En misschien daardoor leerden ze ook weer anderen kennen op de wereld die ook dat zeldzame ziektebeeld had. Dus het kan ook op een positieve manier uitwerken. Dus eigenlijk... dus u bent vooral heel vrij om dat te gebruiken, ja. Oké, dank u wel. Misschien mag ik daar zelf nog een vraag aan toevoegen. Voordat de fotografie werd uitgevonden, was er natuurlijk heel veel beeldvorming in de zin van tekeningen en kunstwerk. Nou, is een
een familielid van mij, ome Joep, Joep de Bekker. Die was kunstenaar, maar die werkte ook aan het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen. En die heeft een van zijn grote opdrachten was om een hersenatlas te maken. En dus dat is opmerkelijk, omdat het dus, de fotografie bestond al lang, maar blijkbaar zijn er bepaalde dingen die je op een foto niet kunt weergeven. In hoeverre speelt dat nog steeds een rol en neem je dat mee in je onderzoek? Dat speelt zeker nog steeds een rol. Dus inderdaad niet alles, de gebieden die ik genoemd heb, dat zijn duidelijk gebieden in de medische praktijken, maar ook in het onderzoek, waarbij iets uiterlijk makkelijk vastgelegd kan worden. Maar dat is inderdaad in het geval van de anatomie of hersenen, werd dat ook destijds al meteen eigenlijk afgeschoven. Want dat waren foto's van ja, een object, of hè, daar kon je heel weinig aan zien. Zeker als het, toen het niet om kleurenfotografie ging. Dus ik denk dat daar een hele belangrijke omslag is geweest. De overgang naar kleurenfotografie. En daarna ook nog naar digitale. Nou ja, goed, dat is weer een latere stap. Maar er was wel degelijk, waren er heel veel gebieden waarbij het traditionele illustreren eigenlijk een gelijke of zo niet grotere rol is gaan spelen dan de fotografie. Ja. Dus dat is absoluut waar. Ja. Dankjewel. Ik kijk nog even rond en ik kijk nog even op de chat. Maar er zijn geen vragen binnengekomen over de chat. En hier zijn we denk ik ook aan het einde gekomen van de discussie. Dus ik wil nogmaals, Minneke, jou hartelijk danken voor dit mooie verhaal, een mooie inkijkje. En we praten graag nog even na, maar ik wil graag afsluiten met u allemaal te danken. En graag tot ziens weer in het museum of elders. Dank u wel.